Ik heb een uh, gedicht gekozen die uh, het gevoel van de dichter omschrijft, uh, omtrent en rond alles wat gebeurt in deze periode van corona. En het gedicht heeft mij getroffen omdat het inderdaad zijn gevoelens, maar ook zijn onzekerheden uh, mooi verwoordt. De dichter is Jelmer Valenteren, heeft ook destijds al gepubliceerd in het Liegend Konijn, onze kijkers zeker niet onbekend. Het waren dagen waarop elk moment wel iemand zei: Dit is de stilte voor de storm. En niet lang daarna: Dit is de storm. En weer kort daarop: Dit is de stilte. Weer de storm of toch de stilte nog, of meer. We kenden de kenners beter dan onszelf en wisten van de wetenschappers de meest intieme feiten. En geheimen waren zeldzamer geworden dan experts op gebieden die voorheen nog niet waren ontdekt. Bij elke bries dook de menigte ineen. Na elk iets te lang zwijgen van stemmen, die ons als in een collectieve psychose overal wisten te vinden, stond men recht en dacht: het is voorbij. En wie het laatste lachte, lacht nog steeds. En wie het wist, weet het niet eens. En wie het ziet, is blind. En wie niet voelt, is doof. Of kan de storm in, want die komt, beloofd.